De tekst gaat over dat iemand tegen iemand anders zegt: het komt wel goed als je maar op God vertrouwt. Dus zolang je op God vertrouwt, dan zal Hij je helpen, beschermen, leiden in alles wat je doet. En in vers 2 van het lied gaat het ook over wat helpen onze zuchten en steunen. Dus wat heeft het voor zin om te klagen? Daar wordt het alleen maar zwaarder van, eigenlijk, de situatie. Je kunt beter weer op God vertrouwen en die helpt je. En dat hoor je eigenlijk best goed terug, vind ik, in deze bewerking van Vernoor, van Bach. Hij doet het ook wel eens heel anders, dat hij dan meer die krachtige kant van God of dat grote vertrouwen wat er uitspreekt laat horen. In dit geval hoor je een solo stem. Stel je voor iemand in verdriet, alleen, thuis, die zingt. Met daaronder de begeleiding die op een ander klavier, zodat dat mooier eruit komt. Dus je hoort een beetje dat klagerige erin terug. Het is natuurlijk minor toonsoort. Iemand die eigenlijk nog niet heeft gehoord dat klagen geen zin heeft, zou ik haast zeggen. En in het tweede deel van dit stuk komt er dan een ander personage ten tonele en die zegt: kop op, dit klagen helpt je niet verder. Vertrouw maar op God en het komt echt goed. En dat hoor je voornamelijk omdat Bach moduleert naar een majeur toonsoort. Iets opgewekter. Dat klinkt dan zo. Dus het geheel gaat ook wat meer naar boven. Dus het komt iets meer, iets opgewekters in. Ik speel dit dus op twee verschillende klavieren. Een uitkomende stem, die solo stem die zingt. En die andere stem die dan erbij komt om te helpen. En het geheel klinkt ook samen met de tremulant. En je hoort de lucht, hoor je al bewegen. Maar dat zorgt ervoor dat het erg zangerig klinkt als een echte stem.